Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en druk op de bel om geen enkele video te missen. Marketeers hebben vaak veel ideeën, hoe het beter kan. Heel veel ideeën. Precies, ja, nou ja. Ja. Is het juist goed, het is ook hun rol. Hè? Ja. Consumentengedrag snappen en daarop inspelen. En daar moet je ook 100 ideeën per dag bij hebben, bij wijze van spreken. Maar misschien wat minder data gerelateerd. Dus heel erg gut feeling. Ja. Even aanname nu natuurlijk dat het zo is. Ik weet dat bij heel veel partijen ook gewoon marketeers gewoon data gedreven werken, zo ook bij jullie. Maar hoe ga je om met gut feeling? We hebben veel mensen vinden er wat van, willen wat, jij zelf wil wat. Dat gut feeling ten opzichte van data en het potentiële rampscenario, zeg maar, dat je 1000 ideeën krijgt. Hoe ga je dat vinden en hoe ga je om met gut feeling? Ja, ik heb ook in fashion 2 jaar gewerkt en daar is gut feeling nog wel een groter dingetje dan nu in retail. Omdat ze minder data gedreven zijn, of dat ook minder data is? Nou, ik wil dat niet zeggen voor de hele branche, maar het gaat natuurlijk vaak over mooi en lelijk in de fashion en over trends en smaak. Ja. En dan ga je steeds verder af van de data. En dat zijn soms wel gesprekken van, ja, deze nieuwe jurk, die moet echt op de homepage. Want dat is echt onze topper. Zo'n gesprek. Is dat een topper omdat hij het meest verkoopt in de winkel? Ja. Of is dat... Nee, hij is echt gewoon een hele mooie jurk. Ja, mooie pantenprint. Ja, nog steeds precies. Ja. Nou, dat is soms wel lastig. Dat hoort erbij. En ik vind ook dat je dat vind ik in mijn rol, dat je echt verantwoordelijker voor bent, dat je daar wel ontvankelijk voor bent. Ja. Want vaak hebben we ook een blinde vlek voor. Ja. Zeker als je nog niet weet als er een hele mooie nieuwe Bordeaux wijn komt. Ja. En onze inkoper die zegt, dit is zo'n mooie wijn, dit is echt om een moord voor te doen. Ja, daar hebben we nog geen data over. Over die specifieke fles, misschien iets wat erop lijkt. Ja. Hij zegt, deze moet je echt op de voorpagina hebben van de folder, of op de homepage, of wat dan ook, of in je nieuwsbrief. Je moet daar wel ontvankelijk voor zijn, want die hebben ook kennis die wij niet hebben. Dus je moet denk ik proberen om de balans te zoeken tussen de gut feeling, creativiteit en de data. Ja, en geef je dat terug dan, hè? Je collega die fan is van Bordeaux, die overtuigd is, die moet je voeren op de homepage, want dat is belangrijk. Goed dat het kan, hè? Die ruimte hebben, blijkbaar dat op de homepage kan. Geef je hem dan ook hem of haar later terug van, het was inderdaad een topper, dankjewel. Soms. Nee, liefst wel. Ja, het is interessant hoe je dat mee omgaat. Ja. Nee, dus... mooi, maar ik kan me voorstellen dat zo'n backlog, hè, als je het ook over een beetje office taal, een backlog, hebt vol staat met ideeën. Ja. Hoe ga je prioriteiten stellen? Ja, dat is de moeilijkste vraag, denk ik. Want dat is, weet je, de goede ideeën zijn er genoeg. Ja. Om ze te valideren, dat kost nog eens meer tijd. Ik ben daar ook nog altijd lerende in. En ik merk dat het werk om de vraag te stellen, wat zou jij doen als je mij was? En om gewoon eigenlijk die beslissing bij je stakeholder te leggen van, je hebt 2 opties. Of je gaat dit doen, of je gaat dit doen. Zeg het maar. En dat helpt wel om je stakeholder te betrekken in het besluitvormingsproces waar je zelf in zit. Ja. Maar dat is ook niet alles. Het is ook blijft in gesprek blijven. Ja. Je moet ook laten zien, je moet ook transparant zijn. Ja. Van wat je wel en niet hebt gerealiseerd. Ja. En, tot op heden gaat het volgens mij bij ons vrij goed nu, hoor. We hebben er verder geen echte issues. Nee.